I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. If you are traveling with children or are seated next to someone who needs assistance, place the mask on yourself first, then offer assistance to others. Continue using the mask until advised by a uniformed operator to remove it. In the unlikely event of a water emergency, your life vest is located in a pouch beneath your seat. It is contained in a plastic packet and can be used for flotation. You must first remove this. Gewoon geen kick gegeven. We zijn het, er is ze weer, schat. Oh. Yes, yes! Perfect! Yes, thank you! Great, thank you very much. Goodbye! Bye! Now. Goodbye! On the surface. Toppie! Sorry, ik ken het zo heel goed, sorry. Nou, stoppie. Ja, ja, dat is wel fijn. Papa, neem mijn bad. Baby bedje. Het is een zilveren bad. Oh, kijk, 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 kijk. Wat een verwennerij. Wat een verwennerij. Leo dan een beetje lekker decadent te wezen. Wat een rust. Veel te rustig. Oh, man. Ja, je hebt even een dutje gedaan, hè? Ja. Daar vind ik het veel te lekker voor. Meneer, die kwam gewoon om half... Half vier. Godsamme, heel te vroeg. Ja, dat was vrij vroeg inderdaad. Toen ging hij weer even slapen. Toen hebben we weer... toen is hij weer wakker geworden. Toen heb ik een flesje gegeven, ze heeft er even geslapen. Ja. Ik heb zelf ook niet echt superveel meer geslapen, maar... We zijn nu hier, maakt allemaal niet meer uit. Supergoed gedaan in de vliegtuig. Zo, echt hè, dat viel echt alles mee. Misschien kiek gegeven. Alleen aan het einde een beetje huilen, maar ja, met die moe. Met die moe en honger had. En dan weet dus je door. Niet wat die doet. Dus zwembad nummer 1. Dag nummer 2. We zijn vandaag bij het kinderparadijs dinges gaan zitten. Nou ja, het is geen baobab, het is geen Gran Canaria. Dat doet ook iets mee. Het is gewoon leuk, het is lekker weer. Het is een hele hoop natuurlijk. Ja, het is een chill resort, dat wel. Alleen het eten was echt heel slecht gisteren. Niet dat we er ziek van zijn geworden, maar gewoon smaakloos en het was gewoon niet lekker. Het was gewoon echt, en ook gewoon niks, want ik heb gehaktballen geprobeerd, ik heb een cheeseburger geprobeerd. Ik had iets, de lunch was wel lekker trouwens, dat was wel oké gisteren, maar de avond. En ik heb octopus geprobeerd, inktvisringen, ja, het was, oh ja, tonijn. Het was gewoon allemaal niet, het was en thai en koud en... doorbakken en ja. Ja, dat is dan het buffet. En er zijn volgens mij 3 à la carte restaurants. Ja, dat was dus inderdaad punt 2. We hebben minder dan een weekje geboekt. Dus mag je niet gebruik maken van de restaurants in het inclusief pakket, zeg maar. Dat vind ik toch gek. Ja.
Tenzij het er gewoon duidelijk bij staat met grote letters in plaats van kleine letters. Maar ik heb ook de kleine letters niet gezien. Dus nou ja, goed. We overleven het wel. Het is allemaal niet. Het is allemaal niet heel slecht. Maar het is gewoon een beetje mooi. Maar wij vinden het geen 5 sterren. Nou, dat vooral inderdaad. Het is geen 5 sterren. Nee. Nou, even terug op de kamer. Lekker geslapen in de zon. Jesse ligt nog te slapen. En nou, ik ga maar eventjes een wandelingetje maken langs het strand. Daar heb ik wel zin in. En nou, kijken of we misschien wat leuke winkeltjes tegenkomen en dat soort dingen. We hebben het ook nog eventjes gevraagd over de laatste dag. Het komt helemaal goed. We kunnen gewoon de laatste dag 12 uur uitchecken. En dan hebben we gewoon nog de hele dag tot aan onze vlucht dat we gewoon hier kunnen chillen. Dus dat is onwijs fijn. En we hebben zijn petje en zijn hoedje gevonden. All good and well, all good. All and well is good. Hi. Hallo. Wat gebeurt? Tijdens een lekkere lunch kwamen we dus achter. Ik kan hem alleen wel inrukken, maar niet. Ik weet niet hoe ik de stoppen eruit krijg. Oh, probeer indrukken. Dus Jesse had zijn zwemluier nog aan. Komt deze uit het doosje, ja? Ja. En hij was lekker aan het eten. Ik hoorde al wat pruttelen en zo. Mijn hoofd is eraf. Dat is niet erg trouwens, moet ik toch weer. En hij deed een dianaatje. Maar dit was een diana in het kwadraat. Alles onder de poep. Ah, baba. Wat deed hij? Laat even zien. Dus ik was hem dus aan het verschonen. Op een gegeven moment dit leier los. En dan in plaats van het speeltje met een doekje er dan op ligt. En ik zat al die minuten vallen. Nee, dit doekje, pak je dat doekje. Ja, alles onder de poep. Lekker, hè? Alles onder de koek. Dus ja, nou is het maar eventjes. Even wat. Ja, maar hopen ook dat we het eruit krijgen. Met zo'n kleine man op vakantie brengt natuurlijk hele nieuwe issues met zich mee. Die was mis. Ja, Jesse heeft. Dit is niet om te drinken, dit. Nee, dit is niet om te drinken. Dit ga je niet leuk vinden. Maar zijn oogjes zijn hartstikke rood. Nee, maar eentje zat erin. In de zijkant. Al klaar. Ja. Oh. Vier rode ogen. Waarschijnlijk verbrand door de zon. Dus hebben we van die afschermat. Beter, hè? Kiek, kiek. Hey. Kijk die oogjes, dat is toch te zielig. Nou ja, hoop is het morgen een stukje beter. Ja. Gedoucht, gegeten, gezond, gezwommen. En dit is het resultaat. Allebei lekker gnocchi. Was ook wel lekker, hè, die gnocchi? Ja, die gnocchi was ook lekker, ja. En daar zijn we gnocchi. En trouwens, ik heb dus... Hey. Dit zie je nou niet zo goed, denk ik. Nou, misschien wel. Ik heb me dus vanmorgen ingesmeerd
eigenlijk alles behalve die grote rode vlek op mijn rug. Even focussen op mijn rug. Dat dus. En dat heb ik gedaan met een olie die al 10 jaar oud is of zo. En daarmee bewijs ik dus. Factor 10. Huh? Ja, factor 10 inderdaad. Maar daarmee heb ik dus bewezen dat zonnebrand gewoon heel lang goed is. En veel langer dan. Ja, meestal zeggen ze een jaar toch? Nee. Nou, is dus gewoon helemaal niet zo. Want ik ben helemaal niet verbrand. Behalve wat ik dus niet heb ingesmeerd. Dat is vrij logisch. Maar ja, je zou dus denken dat alles verbrandt. Omdat die zonnebrand oud is. Maar dat is dus niet. Wel trusten, tot morgen. Trusten. Niks aan. Niet boeiend. Het is veel te simpel. Goedemorgen. Hoi. Het is maandag. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja. Op voor een nieuw avontuur. Wat gaan we doen? We gaan een auto huren. We toch gaan maar. Eventjes het eiland verkennen. Ja. Stukje. Want we hadden wel naar die excursies gekeken en zo. En we wilden eigenlijk naar Santorini. Santorini, ja. Maar dat is met een boot en zo. En die man die zei ook van, ja, dat kleine, moet je niet willen met een baby. Nee, bus, boot, eiland, lopen, met een gids. Ja. En dan weer terug. En dan boot, bus weer naar hier. Ja, dat is niet te doen met die kleine. Tenminste, ja, hij zegt, ik wil graag aan jullie verdienen, maar dat moet je gewoon niet willen. Dus nee. Hij zegt, pak gewoon een leuk autootje. Dat is €30 voor een hele dag. Ja. En dan kun je naar wat je wil. Een paar leuke plaatsen, gewoon in de buurt. En dan zijn we er toch even uit. Zien we eventjes wat anders ook van het eiland. Ook nog een beetje wat van het land. Ja, ja. Een beetje wat, wat Grieks en de Grieken. En het is heel erg leuk. Dus dat gaan we doen. Hebben we alles? Ik heb portemonnee. Ik heb mijn zonnebril. Ja, zonnebril. We hebben Jessie. We hebben hoedje. We hebben de camera's. We hebben handdoeken. We hebben eventueel een zwembroek. We hebben de luiertas. Ja. We hebben billendoekjes. We hebben Jessie. We hebben een luier. Hoe heet het ook alweer? Een fileluier. Zes je er ook klaar voor? Oké. Okay. Hij is er altijd klaar. En let's go. Een petje voor zijn ogen hebben we. Ja. Heb jij die erin gedaan? Voedingen. Een petje voor zijn ogen. Ik weet niet of ik die erin heb gedaan. Denk het wel. Oké. Okay. Oké. Een Kiaatje. En voor maar €30. Ja, ik wou zeggen, na een halve hartverzakking zijn we vertrokken. Maar... Nou, dan komen we wel terecht. Voor maar €30. En we hoefden geen borg te betalen. Het is echt uniek. Dat is wel uniek, ja. Maar en we mochten gewoon een hele dag. En we mogen hem zelfs
gewoon bij ons resort zetten en dan komt hij morgenochtend gewoon ja, halen. Ja, sleutel bij de receptie achterlaten en het is cool. Dus waar ik in Italië gewoon 900 euro borg moest betalen en de auto al vooruit had betaald en de auto niet meekreeg omdat ik die borg niet kon betalen, hebben we hem hier voor 30 euro en dan hoeven we gewoon niet eens borg te betalen. Nee, dat is wel heel bizar. Ja, kinderen zit je erbij en alles. Ja. Dus ik zet Jesse erin en hij viel gelijk in slaap, maar echt zo in slaap dat hij gewoon niet meer reageerde. En René die... fucking lichtelijk paniek. Ik denk die valt gewoon... Bewusteloos. Bewusteloos, ja. Warmte. Maar ja, we hebben wel gelijk de airco hier aan en zo. Dus ja, maar goed. Is er gelijk water gegeven en alles, maar hij was gewoon in slaap gevallen. Hij is gewoon oud. Holy guacamole. Ja. Nou, dus we dachten van, we gaan lekker de boulevard afrijden richting een snelweg. En toen kwamen we hier. Dus dit is het einde van de weg. Dus we gaan weer terug. Ja, dus we draaien even om. En dan rijden we de andere kant maar af, hè? Ja. Alles voor oh, de baby. Shit, ik kan. Poepie. Ja, ben niet meer gewend. Zo, we hebben weer een tussenstopje gemaakt. We hebben een flesje kunnen geven. Ik ga zelf ook even een hapje doen. Eindelijk terug op de kamer. Hey. Hey. Wat ben je aan het doen dan, Boefie? Wil je niet slapen? Ja. Ik dacht, jij gaat meteen slapen. Hey. Wil je niet slapen? Hij is vandaag echt... Oh. Oh? Ja. Dat was iets enthousiast. Ja, lekker pik. Gewoon doorgeslikt. Hoppakee. Goed zo, jongen. Zo hoort het. Hè? Lekker.
Dat was echt een goeie. Oppa, 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 oppa. Oh, ja. Inderdaad. Volgens mij ga ik even naar de douche. Heb ik wel gezien. Het is wel lekker warm. It's on the camera. Lijkt me vogelkak. Nou, we hebben alles. Alles ingepakt. Yes. Ook Jessie is echt vet verdrietig dat we gaan. Yes. Maar al het moois komt een eind. En we gaan een laatste zwemmetje doen. Ja. Dus en als laatste de deur dicht. Check, check, double check. Of alles. Over de cameratas. Ja, die gooi ik op mijn rug. Even wachten op de bellboy. Ja. En dan gaan we de sleutel maar teruggeven. Boe. Slapen. We waren piep laat thuis. Fabiano's. We zijn echt gewoon een uur later. Klaar, dat mag niet. We zijn gewoon een uur later vertrokken met het vliegtuig. Echt wel heel mooi. Dat was wel heel naar, want we hadden alles gefixt met een flesje voor hem. En nou ja, daar heb je natuurlijk dan helemaal geen reet aan, want hij had ineens honger. Dus we hebben het flesje al gegeven voordat we gingen opstijgen. En nou ja, allemaal gedoe. Anyway, we zijn lekker thuis aangekomen. Heerlijk weer thuis. Maar het was een leuke eerste vakantie. Zeker weten. Toch? Toppie. Wel 5 dagjes was wel genoeg op zich.
maar... Ja, ja. Vakantie hebben we natuurlijk niet, maar wel met het sleuren en sjouwen. En... Ja, al dat soort dingen. Ja, ik kan ook niet overal water pakken voor hem. En... Nee. Maar het was gezellig, het was lekker weer. En dat was helemaal toppie. En Jess is heel veel altijd ook helemaal naar zijn zin. En we gaan deze vlog afsluiten met afscheid nemen van de koe. Meegeweest naar Amerika. Twee keer zelfs naar New York en naar Las Vegas en nou ja, mijn rondreis van Marco. En hij is meegeweest naar Stockholm en hij is meegeweest naar Praag. En Sicilië neem ik aan. Sicilië heel vaak natuurlijk. En, maar hij is klaar. In Spanje is hij ook elke keer geweest. En in Zwitserland is hij ook een keer geweest. Maar nu is hij klaar, inderdaad. Hij is op. Hij doet allemaal moeilijk en rits kapot en dinges en hij is gewoon op. Ja. Dus opa gaat naar, ik dacht naar de container, maar dat is vandaag hier denk ik, of opruimdag. Niet? Ja, daar. Oh, daar. Oh, hier stond wel. Ik denk niet dat het heel vrolijk... Nee. Oké, we gaan hem daar neerzetten. Lang bij stilstaan. Nou, schat. Maar hij krijgt waarschijnlijk een tweede leven. Ja. Dus misschien gaat hij nog naar andere mensen en dan kunnen zij er nog mee op reis. Maar, vond je dit ook een toffe vlog? Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en de belletje aanzetten. En dan zien we jou bij de volgende vlog. Ciao. Ciao.